Goedemiddag allemaal, mijn naam is Hanneke Hulst. Ik hoor bij Stichting Brein in Beeld en ik ben heel erg blij dat we vandaag de tweede Thought for Food webinar met jullie kunnen doen. 3 weken geleden hadden we hier Ysbrand van der Werf met een super interessant verhaal over slapen. En we weten allemaal dat slaap wellicht ook leidt tot meer geluk. Misschien ook niet, maar gelukkig gaan we vandaag heel veel spreken over ons welbevinden, over gevoel van geluk, optimisme, maar ook hoe wij onze gezondheid ervaren nu dat we zo'n jaar in de pandemie zitten. Wij zijn super blij dat we professor Meike Bartels, ook wel geluksprofessor genoemd in vele kranten en populaire media, dat zij hier is om ons te vertellen hoe het nu eigenlijk met ons gaat. En of dat nou, nou ja, hoeveel impact heeft die pandemie eigenlijk op ons, hoeveel grip heeft dat op ons gehad? Meike Bartels is een biologisch psycholoog bij de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ik ken haar al wat langer, want ik weet dat ik als neurowetenschapper in opleiding ook nog een half jaar bij haar op de afdeling heb rondgewandeld. En zij doen vooral ook veel onderzoek met tweelingen, omdat je bij tweelingen natuurlijk juist ook goed kunt onderzoeken wat de effecten zijn van genen en omgevingsfactoren. Daar gaat ze dus ook zeker iets over zeggen. Hoe zit dat nou met de genetische aanleg van geluk of welbevinden? En ik zag ook dat zij samen met een aantal andere collega's een grote subsidie heeft gekregen van ZonMW. Om ook te kijken naar de effecten van de pandemie op het mentale gezondheid van kinderen en adolescenten. Dus ik denk dat we misschien ook stiekem nog wel een aantal nieuwe dingen gaan leren over nou ja, onderzoek wat nu in de maak is. En ik denk dat dat toch wel een hele mooie primeur is. Dus sowieso allereerst van harte welkom Meike bij ons vandaag. Dankjewel, heel leuk om er te zijn. Om nou een beetje ook te kijken van hoe gaat het eigenlijk met u, hè? Hoe gaat het met ons, hoe gaat het met u als luisteraar? Willen we toch weer beginnen met, net als de vorige keer, met een Mentimeter. Dus ik wil u allemaal vragen om naar www.menti.com te gaan. U ziet dat ook bovenaan in uw scherm. En daar kunt u met de code die daarachter staat inloggen. Zodat we een aantal vragen aan u kunnen stellen. Zodat we goed beslagen ten ijs dit webinar gaan starten. En de eerste is eigenlijk een algemene vraag, want waar wordt gelukkig zijn eigenlijk door bepaald? En u mag dan gewoon een woord intypen, dat verschijnt dan vanzelf bij ons op het scherm. En dan gaan we gewoon eens kijken wat gelukkig zijn, waar mensen dat mee associëren. En dan ben ik vooral natuurlijk ook heel erg nieuwsgierig of Meike, hoe Meike daarin staat. Dus ik kijk even, ik wacht even rustig af tot de eerste antwoorden binnenkomen. Als het goed is, kunt u allemaal via de www.menti.com met de code die erachter staat 7518478 inloggen en de eerste woorden doorgeven. Nou, ik zie al van alles verschijnen. Meike, jij kan met mij meekijken ook, hè? Ik zag als eerste zon verschijnen. Dat spreekt me altijd erg aan, want ik ben super weergevoelig. Dus zon staat ook heel hoog op mijn lijstje. Dat bijdraagt aan mijn geluk. Ja. Ik zie ook heel erg opvallend gezondheid als allergrootste. Is dat iets wat is dat een algemeen bekend fenomeen, gezondheid en geluk? Ja, dat hangt sterk met elkaar samen en het is wel ook meteen een mooi voorbeeld dat we altijd heel voorzichtig moeten zijn om iets te zeggen over de richting van het effect. Want bij gezondheid kan je je natuurlijk voorstellen dat als je gezond bent, dat je je dan gelukkiger voelt. In aansluiting op deze Thought for Food met Ysbrand, is dat als je je gelukkiger voelt, kunnen mensen zich ook beter gezond gedragen. Dus dat zijn wel dingen die altijd twee kanten op gaan, maar het hangt zeker samen. Je ziet ook uit hele grote onderzoeken die al lang lopen, dat mensen die nou ja, tijdens hun jongere adulthood, zeg maar, jongvolwassenheid, gelukkiger waren, over het algemeen langer en gezonder leven. Ja. En je ziet daarnaast weer dat iets oudere mensen die gezonder zijn, ook weer gelukkiger zijn. Dus het is inderdaad een belangrijk verband. Ja, en verder valt me op geld,
familie, vrijheid. En zelf zie ik ook lachen staan. Dat vind ik zelf ook altijd nog wel een belangrijke. Ja. En in lijn daarvan ben ik ook wel benieuwd hoe de mensen die nu naar ons luisteren denken dat het eigenlijk met ons gaat. Dus hoe gaat het met de algemene bevolking? 1 jaar nadat corona zijn intrede deed in onze maatschappij. Hoe gaat het met ons welbevinden? Hoe gaat het met onze ervaren gezondheid? En hoe gaat het over ons optimisme over de toekomst? Is dat gelijk gebleven? Dan scoort u een 5, want het is een schaal van 0 tot 10. Dus als u zegt, nou, het is eigenlijk onveranderd, dan kies voor 5. Alles boven de 5 duidt op een verbetering en alles onder de 5 op een verslechtering. En ook hier zien we nu de eerste resultaten al binnenkomen. Of ik heb het waarschijnlijk verkeerd gezegd, het is natuurlijk een schaal van 1 tot 5. En dan is 3 de neutrale poot. Dan heb ik natuurlijk deze hele meting helemaal verpest met mijn verkeerde uitleg. Het is wel een mooie meting om op een dag van verkiezingen over toekomst en optimisme te praten. Dus mensen zijn natuurlijk heel erg aan het nadenken over de toekomst überhaupt met de pandemie. En misschien vandaag nog wel iets meer dan normaal. Dat je echt aan nadenkt over wat is de toekomst en wat brengt de toekomst. En als jij zo naar dit figuur nu kijkt, Meike, we hebben nog niet van iedereen de antwoorden binnen. Maar we zien wel ongeveer waar het een beetje naartoe gaat, lijkt het aan. Valt jou hier iets aan op of zeg je dit is gewoon wat ik had verwacht? Ja, ik ga natuurlijk niet de laatste resultaat van ons onderzoek nu al verklappen. Dat was de uitsmijter van de dag vandaag. Maar ik moet zeggen dat het grappig is dat het wel overeenkomt met wat wij ook in de data zien, grotendeels. Wat ik wel heel belangrijk vind, nou, net als wat ik net zei over de kip en het ei en causaliteit. Dat als we dit soort cijfers bekijken, we vaak over gemiddelde praten. En gemiddelde, nou ja, geven eigenlijk maar een heel beperkt beeld van wat er werkelijk gebeurt. Want de gemiddelde kan je op allerlei manieren tot stand laten komen. En je weet dan nog steeds niet over toename, afname, stabiliteit. Want uiteindelijk natuurlijk, als je het wil hebben over hoe gaat het met de mensen en wat kunnen we daarmee, belangrijker is dan hoe we gemiddeld scoren in Nederland op dit moment. Nou, dat vind ik eigenlijk wel een mooie brug naar de volgende vraag. Want hoe gaat het eigenlijk met u? Want dat is natuurlijk, dat was ook de vraag. Hoe gaat het als u naar uw eigen welbevinden, ervaren gezondheid en optimisme kijkt? Is dat misschien wat makkelijker te bedenken? Want dat ervaar je zelf. Dan krijgen we natuurlijk nog steeds een gemiddelde van alle mensen. Maar in ieder geval wel de antwoorden die echt vanuit het publiek komen. En minder gedreven worden door de hele grote groep. Ja, en dat is ook wel mooi wat jij zei, Hanneke, over dat onderzoek inderdaad van Zon en Wee bij kinderen en bij jongeren. Dat is een heel mooi onderzoek, omdat we daar de algemene populatie ook vergelijken met de kinder- en jeugdpsychiatrie en de jeugdzorg. En in al die drie groepen ook expliciet naar well-being kijken. Dus niet meer alleen naar de problematiek. En ook niet meer zeggen van, nou ja, als er geen probleem is, is alles goed. Maar waar wij ook werkelijk naar de andere kant van de schaal gaan. Ook met het gegeven dat de observatie is dat het ook met sommige kinderen, zelfs kinderen die al te maken hebben met hulpverlening, het eigenlijk goed of misschien wel beter gaat in de pandemieomgeving. Ja, ik vind dat een hele, toch hele interessante opmerking die je maakt. We associëren de pandemie natuurlijk heel erg met negatief. Ik denk ook over het algemeen is het natuurlijk ook iets dat we liever niet hadden meegemaakt. Maar het is ook wel in gesprek met Christian Vinkers, psychiater, die zei ook van het heeft ook zeker positieve effecten in ieder geval op sommige groepen mensen. Ja. En ik denk ook, en dat zeg ik natuurlijk echt vanuit mijn wetenschappershart, ik denk dat de wetenschap heel veel gaat leren van deze periode en hoe mensen qua veerkracht en flexibiliteit in het leven staan. Ik wil jou vragen, Meike, om nog heel even kort te kijken naar. We hebben nu dus de cijfers in het beeld staan van de mensen die naar ons luisteren. Ja. Het valt mij op dat de scores iets hoger lijken te liggen net dan toen we vroegen van hoe gaat het met de maatschappij in het algemeen. Ja. Misschien is het wel een tendens wat je vaak in onderzoeksdata ziet. Dat, zeker als je het hebt over positieve dingen.
Dat mensen zichzelf altijd toch nog denken van, nou, bij mij gaat het nog iets beter dan met de rest van de maatschappij. En dat is ook misschien helemaal niet gek, zeker niet omdat het waarschijnlijk niet helemaal een random afspiegeling van de bevolking is die nu dit over zichzelf invult. Dus in dat opzicht verbaast het me ook niet heel erg. Nee. Laten we snel naar jouw verhaal gaan luisteren, want ik ben wel heel erg benieuwd geworden ondertussen naar die nieuwste gegevens en hoe het eigenlijk allemaal zit met de invloed van genen op geluk, op welbevinden. Dan hou ik vanaf nu weer even mijn mond en ik hou de chat in de gaten voor vragen. Dus als u vragen heeft, schrijf ze op en dan probeer ik tussendoor of aan het einde ruimte te maken om deze aan Maaike te stellen. Ja, dan neem ik het scherm van jou over, Hanneke. Als het goed is, ziet u nu mijn scherm voor uw neus. Waarop staat dat ik het ga hebben over hoe gaat het met ons. Met de titel Ons welbevinden en onze hersenen na 1 jaar pandemie. Ik heb daar bij onze hersenen even tussen haakjes gezet. Want ik ga het wel over het brein hebben. Maar u kunt zich wellicht voorstellen dat de pandemietijd te kort is om nu al echt iets te zeggen over de effecten op de hersenen. Maar ik kan zeker wel wat vertellen over de effecten op ons welbevinden. Nou, leuk is, ik mag nu iets vertellen over ons onderzoek. En als ik daarover nadenk, dan voel ik me altijd wel een beetje als een kind in een snoepwinkel. Want we hebben zoveel leuke dingen gedaan met een team over de afgelopen jaren, dat ik dan echt een beetje eruit moet pikken van, nou ja, wat ga ik nu vertellen? Wat ik ook jammer vind, want er zijn zoveel leuke resultaten die allemaal stukjes van een hele grote puzzel zijn. Dus het is ook meestal niet iets wat op zich staat. Wat wel belangrijk is daaraan ook, is dat ik het natuurlijk over geluk heb en over welbevinden. En dat is meer dan wat in de gemiddelde boekkettenreeks of in de gemiddelde film wordt weergegeven. Het is niet alleen maar dat streven naar dat happy de peppy gevoel. Het is echt wel een substantieel onderzoeksveld inmiddels. En er is ook heel veel bewijs dat hoger welbevinden bijdraagt aan een betere maatschappij. Mensen functioneren beter, mensen voelen zich gezonder, mensen hebben sterkere sociale netwerken. Dus in plaats van dat wij het als eindpunt beschouwen, zie ik het eigenlijk een beetje als de katalysator. En als we ervoor zorgen dat meer mensen zich goed gaan voelen, dan gaat het beter met die mensen zelf, maar ook met heel veel aspecten van onze maatschappij. Dat laat ik altijd zien aan de hand van dit plaatje. Dit is eigenlijk onze bevolking in Nederland of in andere landen, waarbij de grijze poppetjes de meerderheid zijn. En dat zijn de mensen met wie het goed gaat. Dus hoewel we heel erg gewend zijn, ook heel erg via de media, om te horen hoe slecht het met ons allemaal gaat, moeten we vooral niet vergeten dat het met de meerderheid van de bevolking goed gaat. En als we dat even zo neerzetten, dan zien we dat helemaal. Er zijn meer grijze poppetjes dan oranje mensen. En oranje mensen zijn de mensen die een risico lopen op het ontwikkelen van mentale problemen. En de rode poppetjes zijn de poppetjes die al eigenlijk op een klinisch gebied zitten en daar ook hulp voor krijgen. Nou, waarom bestudeer ik dan geluk? Dat is eigenlijk met het idee dat als we niks doen, ik bang ben dat er nog meer poppetjes omvallen. Dus van oranje naar rood gaan. En mijn idee is, als we leren van de mensen met wie het goed gaat, dan kunnen we waarschijnlijk uiteindelijk opschuiven. En dan hebben we meer mensen met wie het goed gaat. En normaal werden die goede mensen als een soort controlegroep gezien. Van nou ja, daar gaat het goed mee, daar kijken we niet naar. En wij kijken juist expliciet wel naar. Van nou, waarom gaat het goed met mensen? Wat zijn de beschermende factoren? En wat kunnen we daarvan leren? Nou, wat weten we inmiddels? Het antwoord is, waarom is de een gelukkiger dan de ander, is vrij eenvoudig. Want eigenlijk voor alles wat je aan mensen kan meten, aan gedrag, aan karakteristieken, kon door een samenspel van je genetische aanleg en je omgevingsinvloeden. Dus dat antwoord is simpel. Ik ga u wel even laten zien hoe we daar ook bewijs voor hebben. Want we kunnen natuurlijk heel veel claimen, maar we moeten wel laten zien dat het ook zo is. Nou, om te beginnen met een van de meest interessante studies, die eigenlijk nog weinig plaatsvinden, maar wel altijd heel erg tot de verbeelding spreken, is dat een van de eerdere studies die keek naar de invloed van genetische effecten op geluk, een studie is waarbij tweelingparen werden gebruikt, zoals op dit scherm. Nou, als u goed kijkt, ziet u dat dit allemaal eeneiige tweelingen zijn, die veel op elkaar lijken. Maar het unieke aan deze eeneiige tweelingen die op dit scherm zijn, dat het allemaal eeneiige tweelingen zijn die los van elkaar zijn opgegroeid. Dus die zijn allemaal vlak na hun geboorte geadopteerd naar verschillende delen van de wereld.
En er is één onderzoeksgroep in Amerika die daar heel veel onderzoek naar heeft gedaan en deze mensen bij elkaar heeft gebracht. En op het moment dat ze elkaar voor het eerst zagen, van alles aan ze gemeten hebben, waaronder ook geluksgevoel. Nou, dat zegt natuurlijk heel veel, want als je genetisch identiek bent, zoals één eigen tweeling, maar je hebt elkaar nog nooit gezien, lijk je dan op elkaar? Hele simpele vraag met een interessant antwoord. En dat kan je natuurlijk vergelijken met andere soorten tweelingen. Dus bovenaan het scherm ziet u één eigen tweelingen die samen zijn opgegroeid. Die representeren, nou ja, de meeste één eigen tweelingen die gewoon samen opgroeien. Deze zijn uniek. Die worden 100 en die hebben hun hele leven echt in één huis gewoond. Dat is natuurlijk uitzonderlijk. Maar goed, dat zijn de één eigen tweelingen die samen opgroeien. In het midden ziet u die tweelingen die gescheiden zijn, maar genetisch identiek zijn. En onder ziet u dan ook meteen het meest extreme plaatje van een twee-eigen tweeling. Die zijn dus niet genetisch identiek, maar zijn gelijk als gewone broers en zusjes. En die zijn wel samen opgegroeid. Nou, uit dat onderzoek kwam heel duidelijk naar voren dat die één-eigen tweeling die samen opgroeien lijken het meest op elkaar. Dus die delen genen en omgeving. Maar de volgende groep, en dat had men niet verwacht, zijn de één-eigen tweelingen die elkaar nog nooit hebben gezien. Dus die lijken qua geluksgevoel meer op elkaar dan twee eigen tweelingen of gewone broertjes en zusjes die in hetzelfde gezin opgroeien. Nou, sterker bewijs dan dat genen ertoe doen voor geluk is er niet. Dus dat was een mooi opzetje om dat onderzoek verder uit te breiden. Nou, dan vat ik in één slide meteen 30 jaar onderzoek met tweelingen samen. En uit al dat onderzoek komt naar voren dat als je kijkt naar verschillen in geluksgevoel tussen mensen, dan komt 40% van die verschillen door genetische aanleg, door genetische verschillen tussen mensen. En 60% door verschillen in invloeden vanuit de omgeving. Nou, het ene onderzoek zegt 38%, het andere onderzoek zegt 42%. Maar als je alle onderzoeken samenneemt, dan kom je op deeld beeld uit. En nadat wij dit hebben samengevoegd, zijn er nog een paar onderzoeken geweest. En iedereen op de wereld komt op dit beeld uit. Dus er is eigenlijk geen twijfel meer aan het feit of genen er te doen, want dat is zo. En eigenlijk ook niet meer zozeer in hoe sterk dat effect is. Superbelangrijk daarbij is toch om even te noemen, wat betekent dat? Wat mensen vaak doen als ze dit zien, is het omklappen naar zichzelf en zeggen, oh, 40% van mijn geluk zit in mijn genen en de rest komt door mijn omgeving. Maar hopelijk heb ik het heel vaak gezegd en ga ik het nog een keer zeggen. Het gaat niet over een individu. Ik weet namelijk niet welke genotype jij hebt. Ik weet ook helaas nog steeds niet welke genen er allemaal een bijdrage leveren. Dus het is zo dat de ene persoon een betere genetische aanleg heeft voor geluk dan de andere. Dus die 40% gaat hem echt over de verschillen tussen mensen. Dus waarom is de een gelukkiger dan de ander? Dat komt omdat de een ander genotype heeft dan de ander. Nou, dat staat vast. Wij twijfelen daar niet meer aan en zijn op grond daarvan dan ook op zoek gegaan naar waar op het DNA zit dat dan? Want we willen natuurlijk uiteindelijk niet alleen dat getal hebben, maar het ook kunnen verklaren biologisch gezien. Want als we dat kunnen, kunnen we misschien op breingebied met medicatie ook helpen voor mensen die minder gelukkig zijn. Nou, dit is een prachtig werkelijk plaatje van de chromosomen die u in iedere cel van uw lichaam heeft zitten. Daar ga ik verder niet heel veel tijd aan besteden, maar we hebben er 22 en dan ook nog onze sekschromosomen. En de vraag was, waar zitten dan die stukjes DNA die iets van verschillen van geluk kunnen verklaren? Nou, daar hebben we een heel groot onderzoek voor uitgevoerd met meer dan 2 miljoen observaties voor mensen die met data werken. Geeft dat enigszins het beeld hoe de dataset eruit moet hebben gezien. Dit is onderzoek met Bart Bazemans en Michel Nivard, die daar ook een enorm grote rol in hebben gespeeld. En die 22 chromosomen die ik net op het plaatje laat zien, staan nu op deze horizontale as, van de eerste naar de 22ste. En eigenlijk het belangrijkste aan dit plaatje is dat al die driehoekjes en stipjes die boven de bovenste lijn uitkomen, die zijn significant gelinkt aan geluksgevoel. Nou, in totaal zijn dat er 319. En u ziet ook, het zit overal. Dus op alle chromosomen zitten wel stukjes DNA die verschillen in geluksgevoel kunnen verklaren. Dus dat is een hele mooie bevinding, maar vereist nog heel veel vervolgonderzoek. En we hebben al een paar stappen genomen daarin. Bijvoorbeeld hebben wij gekeken van nou, waar komen die genen dan tot uiting? Genen zitten natuurlijk overal. Genen zijn belangrijk voor je hele lichaam. En het is te verwachten dat als je over gevoel praat als geluk, dat het in je brein is.
Nou, dat hebben we ook werkelijk laten zien. En mensen zijn soms gewend dat dit plaatjes zijn uit een MRI-scan. Dat zijn het dit keer niet. Dit zijn plaatjes wel van het brein, met hier de linkerkant en de rechterkant. Hier kijkt u er eigenlijk als u uw hoofd doormidden snijdt tegenaan. Als u uw hoofd deze kant doormidden snijdt, kijkt u hier tegenaan. En als u uw hoofd zo doormidden snijdt, kijkt u er als het onderste plaatje tegenaan. En in dit geval zijn de gele stipjes plekken in het brein waar de genen die gelinkt zijn aan geluk meer tot uiting komen. Nou, in dit geval is dat subiculum, dus een onderdeel van de hippocampus. Dat is mooi ook een replicatie van onderzoek naar depressie, waar de hippocampus ook vaak in terugkomt. Dus we weten wel iets, maar natuurlijk nog lang niet genoeg om nu te zeggen, nou, we gaan dit met het brein doen of dat. Maar we zijn wel van, we weten dat het erfelijk is gekomen tot, oké, er zijn genen die een rol spelen en die genen spelen een rol in dat deel van het brein. Nou heeft Lianne de Vries, ook een IO in ons team, daarna de heroïsche job gedaan om al het breinonderzoek wat er bekend is voor wellbeing samen te brengen. En dat ook heel mooi te projecteren op allemaal kleine breintjes. Wat je daar wel erg aan terugziet, dit is structurele MRI, dus eigenlijk gewoon de structuur van het brein met grootte. En functionele MRI, dus meer het functioneren van het brein. En de stipjes geven de studies weer die er bekend zijn. De gele en de groene zijn structurele MRI en dat zijn de positieve en de negatieve. En de rode en de blauwe is ook positief en negatief. En wat de algemene boodschap is dat we wel veel studies hebben die een beetje op dezelfde gebieden terechtkomen. Maar dat de ene studie dan een positief verband laat zien en de andere studie een negatief verband. En nou ja, een beetje een probleem bij breinonderzoek, dat we weten alle breinonderzoekers zelf nog beter dan ik, want ik ben uiteindelijk meer een genetisch onderzoeker, is dat de studies natuurlijk relatief klein zijn. Dus er valt nog heel veel informatie te krijgen nu we de studies groter kunnen maken. Maar er is al veel werk gedaan en dat heeft Lianne op een prachtige manier samengevat. Dan heel belangrijk, we kunnen het hebben over genen en het brein. Maar ik zei aan het begin dat natuurlijk 60% van de verschillen komt door de omgeving. En de omgeving was altijd voor heel veel mensen iets van, nou ja, dat is makkelijker om te onderzoeken, daar weten we wel wat van. Inmiddels weet ik, en zeker Margot weet dat, want die heeft het grootste deel van dit onderzoek uitgevoerd, de omgeving is minstens zo moeilijk om te onderzoeken. Want de omgeving is natuurlijk ook voor iedereen anders. Dus wat wij in ieder geval geprobeerd hebben voor het eerst om echt systematisch alle omgeving mee te nemen die we kunnen linken aan een postcode van een individu. En u ziet hier verschillende factoren. Dit is meer de luchtvervuiling en het gebruik van de omgeving. Dit is wat u hierboven ziet ook aan dit filmrolletje, bioscopen en theaters. Dan is er een heel blok wat zich richt op sociaal-economische statusgerelateerde factoren. Dus het inkomen van de wijk en dat soort dingen. Hoe makkelijk is de omgeving waar je woont bereikbaar? En dan ook nog wat scores die te maken hebben met opleidingsniveau, sportmogelijkheden en de beschikbaarheid van zorg. Nou, dit is het eerste plaatje wat we daaruit hebben als we hier een soort correctie voor doen voor die sociaal-economische status. En dat heb ik ook gehighlight. Dan komt eigenlijk als hele belangrijke score al uit de omgeving veiligheid naar voren. Dus om verschillen in geluk tussen mensen te verklaren, is veiligheid van de omgeving een belangrijke factor. Nou, dat is natuurlijk een prachtige bevinding, want het is ook iets waar we wat mee kunnen. Het is natuurlijk voor gemeenten mogelijk om aan de veiligheid van bepaalde wijken en buurten te werken. Dus dat is onze systematische onderzoek naar de omgeving tot nu toe. En daar zijn we natuurlijk nog heel veel aan toevoegen. Nou, en daar was hij dan. Toen kwam ons coronavirus de hoek omzetten en stortte de wereld zich in een pandemie. Met alle gevolgen van dien waar ik verder niet heel veel over hoef te zeggen. Voor ons betekende dat ook acuut alles stil kwam te liggen. Dus wij zaten vrolijk op de VU. En gingen naar huis en alle draaiende processen, zeker aan onderzoek, lagen gewoon echt tijdelijk stil. Wel echt diep respect voor alle veerkracht van alle mensen en medewerkers die ook gewoon geruisloos achter hun computer zijn doorgegaan met al het onderzoek wat ze konden doen op de data die er waren. En meteen daarna hebben wij ons gebogen over het versturen van een nieuwe vragenlijst.
Dus Margot, die staat hier nog een keer in beeld, die was bezig met een hele grote vragenlijstverzameling in het kader van het project waar zij op werkt. Dat kwam stil te liggen, want dat soort vragenlijsten worden natuurlijk verstuurd vanaf de VU. Want daar is ook ons bestand met deelnemers van het Nederlands Tweelingenregister. Vrij snel daarna hebben we met het team een nieuwe vragenlijst ontwikkeld om ons te richten ook op de COVID-pandemie. Daar hebben we natuurlijk wellbeing ingestopt, want daar waren we ook al mee bezig. En u ziet eigenlijk de tijdlijn hieronder. In maart was de lockdown. Vervolgens hebben we eigenlijk in april en mei nieuwe data verzameld. En vanaf oktober hebben we eigenlijk hetgeen wat we van tevoren aan het meten waren en tijdens de pandemie samengevoegd. En we zijn nog bezig. Dus we krijgen steeds meer data erbij om iets over de korte termijn en de lange termijn effecten te zeggen. Nou, er was heel veel vraag naar data meteen, dus wij zijn op zich heel blij dat we dit hebben. Data zijn altijd wel complex, dus we hebben de eerste uitkomsten. Maar we moeten daar natuurlijk nog in detail verder naar kijken. Dit gaat nu over volwassenen. We doen iets soortgelijks bij kinderen. En ook daar hebben we de eerste resultaten. Maar eerst over die volwassenen. Dit is eigenlijk in lijn met wat we zagen in de Mentimeter aan het begin. Dus wat zien we hier? Nou, we hebben voor iets meer dan 6000 mensen een meting van vlak voor de pandemie, voordat we ook wisten dat het ging gebeuren. Dus het is echt eind 2019, toen wij in Nederland nog dachten van nou, dat is iets wat aan ons voorbij gaat. En dan data van, wat ik zei, april en mei. En iets meer dan 6000 mensen hebben die beide metingen. Nou, we hebben daar optimisme in gemeten, meaning in life, dus zingeving. Self-rated health, dus gezondheidsbeoordeling door jezelf en kwaliteit van leven. En u ziet hier de dalers, de stabiele en de stijgers. En nou ja, wat voor mij vanaf het begin heel belangrijk is geweest, is dat de boodschap heel snel was, het gaat slecht met iedereen. Het wordt ellende voor iedereen. We krijgen een tsunami aan mental health problemen. En ik denk zeker dat het slechter gaat met subgroepen. En dat ziet u hier ook. Want u ziet dat 20% minder optimistisch is. Dat ook mensen 15% minder zingeving heeft. En zeker bij de kwaliteit van leven zie je een enorme afname. Dat toch 54% van de mensen tussen die voormeting en die eerste COVID-meting naar beneden is gegaan. Wat ik wel ook heel belangrijk vind om te noemen is hoe veerkrachtig de bevolking is. Want 60% van de mensen blijft stabiel met betrekking tot hun optimisme, hun zingeving en hun gezondheidsbeoordeling. En bijna 30% voor hun kwaliteit van leven. En ook heel belangrijk, want ik denk dat we daar ook verschrikkelijk veel van kunnen leren. Niet alleen voor nu, maar ook voor op de lange termijn. Er zijn dus ook mensen die vooruit zijn gegaan. En hoe komt dat? Welke factoren zijn er eigenlijk weggevallen, want het is toch iets wat we aan een soort van lockdown-principe koppelen, waardoor mensen zich beter zijn gaan voelen. Zijn dat dingen die we dan misschien in de toekomst ook weer niet moeten oppakken? Of wat kunnen we daarmee? Dus we hebben hier veel van geleerd. Belangrijk om nog wat dingen te noemen is dat voor optimisme en meaning in life de effecten het sterkst zijn, de negatieve effecten het sterkst zijn voor vrouwen en voor hoger opgeleide mensen. Dat is heel erg in lijn met het onderzoek wat gevonden wordt, dat vrouwen toch meer de dupe zijn van de maatregelen die getroffen zijn dan mannen over het algemeen. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke bevinding is als vrouw, maar ook voor wat we daarmee moeten in de toekomst. En wat we ook zien, en dat past in de lijn van ons onderzoek, we zien eigenlijk met name een toename in de omgevingsvariantie. Dus er zijn meer omgevingsfactoren bijgekomen die de verschillen tussen mensen kunnen verklaren. We zien weinig veranderingen in de genetische invloeden, behalve bij kwaliteit voor leven. Daar zie je dat de pandemie toch een trigger heeft gebracht voor misschien iets wat andere genen die een rol spelen bij kwaliteit van leven dan voor de pandemie. Nou, zoals ik al onderstreept heb, dit is allemaal heel vers van de pers. Er is één paper wat nu op een preprint server staat, de andere zijn we aan het afronden. We doen iets soortgelijks bij kinderen. Het beeld is daar ongeveer gelijk. Waarbij ook een hele belangrijke boodschap is dat onze kinderen en jongeren ook echt heel veerkrachtig zijn. En ik denk ook dat ze dat verdienen om te horen dat het niet alleen maar slecht met ze gaat. Maar we zien daar ook wel degelijk een stijging van problematiek in bepaalde groepen. Die op de korte en de lange termijn zullen blijven zien in de maatschappij.
Nou, dan wil ik het hierbij laten. Hier komen Hanneke en ik zo meteen uitgebreid op terug. Dus ik laat hem even aan u zien. Maar ik ga dit straks aan u uitleggen. En dan, nou ja, kunnen we nu over naar allerlei vragen. En dan stop ik even met het delen van mijn scherm, want dan ziet u ons beter. Ja, dankjewel Meike voor een heel duidelijk verhaal. En ook eigenlijk wel positief dat het dus met het grootste deel van de mensen, nee, dat we gewoon wel veerkrachtig zijn. Wat me ook opviel in jouw verhaal, maar even, hoe zeg je dat, het spits af te bijten met de vragen. Dat veiligheid zo'n belangrijke rol speelt als je corrigeert voor de sociaal-economische status. Wat moet ik me dan voorstellen bij veiligheid? Is dat dan echt de veiligheid van je straat in termen van verkeer? Of is dat geweld? Of... Ja, dit is bij dit onderzoek, waar het dus ook uitkomt, is het veiligheid die komt uit de Livability Index. En dat is inderdaad de veiligheid van als je op hoe veilig voel je je in de buurt. En dat is meer in de richting van criminaliteit, donkere stukken, je niet veilig voelen. En niet zozeer het verkeer. En deze data zijn gebaseerd op gegevens die je aan een postcode linkt. Dus het gaat echt over de buurt waarin je woont. Dus je kan natuurlijk in Amsterdam in de ene postcode wonen en je met name begeven in de andere. Dat kunnen wij dan op dit moment niet met data terugzien. Maar het is wel heel duidelijk dat het je veilig voelen een rol speelt. En we zijn dus ook net een nieuw project gestart in samenwerking met de gemeente Amsterdam, waar we gaan kijken naar de buitenverlichting en de effecten daarvan op welbevinden. En daar zit het veiligheidsaspect ook heel duidelijk in. We kunnen alleen niet... Mensen voelen zich over het algemeen veilig met veel licht. Maar veel licht heeft ook weer nadelige gevolgen op ons dag-nachtritme. En natuurlijk op allerlei andere aspecten van de natuur. Dus het is een balans waar we naar op zoek moeten gaan tussen je veilig voelen en niet andere processen verstoren. Ja, en ik denk dat als je inderdaad te veel licht gaat maken, krijg je ook weer met isbrand te maken natuurlijk. Precies. Dat is wel mooi. Inderdaad, daarop volgend. We moeten ook niet te veel licht in onze ogen hebben. Met name niet als het buiten eigenlijk donker is. Nee. Voor degenen die aan het luisteren zijn, het is nu een moment om, als je vragen hebt, zet ze in die chat. Want dan pakken we hem op. Ik zie ondertussen een vraag van Marieke van Lingen. Zij zegt, veel genen zijn gelinkt aan... die gelinkt zijn aan welbevinden kwamen tot expressie in het cubiculum bij de hippocampus. Betekent dat dan dat gelukkig zijn ook gelinkt is aan geheugenfunctie? Ja, dat is een hele interessante vraag, want dat is natuurlijk het eerste wat er opkomt. Bij mij ook, toen we dat vonden. Dat kunnen we eigenlijk nog niet heel goed beantwoorden, omdat we zijn op zoek gegaan naar een onderzoek die dat dan direct aan elkaar linkt. En het liefst ook meerdere kanten op. Want over het algemeen voor geluk zie je eigenlijk een soort van U-shape over de leeftijd. Dus mensen, eigenlijk de midlife crisis, zie je op het gemiddelde terug. Zie je trouwens ook terug bij apen in gevangenschap. Dat is wel een interessante bevinding. Dus over het algemeen zijn oudere mensen, waar geheugenverlies natuurlijk meer gaat optreden, over het algemeen gelukkiger. Maar we zouden iets meer willen weten over causaliteit. En de hippocampus komt dus ook op bijvoorbeeld in depressieonderzoek. Maar het is nog niet uit het veld duidelijk of dat een link is. En het is natuurlijk, het is uiteindelijk visueel gezien een klein breingebied. Maar het kan natuurlijk enorm veel functies hebben. Nou ja, en het is natuurlijk ook wel echt heel interessant. Ik doe zelf natuurlijk onderzoek naar geheugenfunctie bij mensen met de hersenziekte MS. Waarbij we natuurlijk ook wel zeggen van... Als je vraagt naar welbevinden, dat is natuurlijk ook een soort herinnering aan een periode. Als dat systeem een beetje onder druk staat door ziekte, kun je dan die herinnering nog goed ophalen? En hoe? Dat is natuurlijk niet heel kwantitatief. Dus dan heb je ook weer een soort van, kunnen mensen dat nog goed herinneren? En misschien geven ze een lagere score of juist een hogere score. Nee, we kunnen het een keer samenvoegen, want je hebt dus geluksgevoel als, zeg maar, je gevoel nu. En dat is de ene vraag die je kan stellen. Je kan ook vragen van de kwaliteit van leven over het algemeen, waar mensen inderdaad veel meer cognitief en veel meer op herinneringen gebaseerd een beeld gaan vormen. En het zou interessant zijn om te kijken of je dan een verschillend antwoord krijgt. En dan krijg je in ieder geval iets van je antwoord op deze vraag. Ja, zeker.
Ik zie ook een vraag. Ik vind hem vrij. Hij is vrij specialistisch. Dus ik ga hem voorlezen zoals hij er staat. En dan geef ik daarna de vertaling zoals ik denk dat we hem voor onze groep kunnen beantwoorden. De vraag is namelijk: in hoeverre is het microsysteem vanuit de Developmental Systems Approach nu verstoord? En wat is de invloed op scholieren in het primair en voortgezet onderwijs? Ik denk dat we hem kunnen interpreteren, maar corrigeer me mij als ik het verkeerd zeg. Hoe is de invloed van de meest directe omgeving, namelijk familie en vrienden, op het individu veranderd door de maatregelen? En heeft dat een specifiek effect op de scholieren? Ja, ik denk dat het belangrijkste, weten we daar weinig van. We zijn dus nu die data aan het verzamelen. En ik ben iemand die graag antwoordt als we de data hebben. Maar de urgentie is natuurlijk hoog voor deze vragen. Belangrijk is om heel erg goed te realiseren dat iedereen verschillend is. Dus wat we nu ook met name in de kinderdata zien, is dat wat voor de ene een omgeving is waarin die is gaan floreren, is voor de andere een omgeving die een negatief effect heeft gehad. We zien dus wel in de data dat er meer spreiding zit in omgevingsfactoren. Dat betekent dat er dus nog meer soorten omgevingsfactoren voor verschillende mensen een rol zijn gaan spelen in deze pandemie dan daarvoor. En dat zal je ook terugzien. We zien dus over het algemeen niet dat het positief of negatief is voor iedereen. Maar we moeten heel erg goed gaan uitvogelen voor wie was het negatief en voor wie was het positief. En er zijn wel de eerste ideeën over. Bijvoorbeeld ook vanuit de klinische praktijk uit de kinderpsychiatrie zien ze veel kinderen en jongeren op het autisme spectrum die eigenlijk beter zijn gaan functioneren. Doordat er de omgeving minder prikkels heeft gehad een tijd lang. Maar goed, wat je krijgt is op het moment dat je iets natuurlijk afsluit, dat het ook weer opgestart wordt. Dus de vraag is, wordt het effect daarna dan niet versterkt? Dus ja, helaas weten we daar te weinig van. Ik hoop wel, er wordt natuurlijk nu een enorme boost gegeven financieel vanuit het ministerie, om ook met name in het onderwijs en in die omgeving dingen op te pikken, dat ze zich niet meteen gaan inzetten op die one-size-fits-all approach en wel oog gaan hebben voor deze verschillen. Ja. Nee, dat is, ja, ik blijf het toch wel ook bijzonder vinden. Ik hoor ook van veel mensen met MS waar het eigenlijk wat beter mee gaat. Hè? Dus dat ze zeggen van ja, normaal is het moeilijk om al die dingen te doen omdat je last hebt van vermoeidheid of dat je fysiek het niet kan. En nu kan niemand eigenlijk dat. Dus ik voel me eigenlijk nu weer wat meer horen bij de hele groep, waardoor ik ook minder, nou ja, waardoor ik me eigenlijk beter voel dan normaal, dat je denkt dat je de hele tijd dingen niet kan. Dus ik denk ook, en dat hoop ik ook heel erg, dat we straks ook gaan kijken van hoe kun je de maatschappij zo inrichten dat iedereen natuurlijk het beste tot zijn recht komt. En ja, ik denk dat we allemaal hebben gezien. Ik bedoel, ik vind het echt verschrikkelijk om thuis te werken en ik doe het al een jaar. Maar het gaat wel door, dus het geeft ook mogelijkheden. Het geeft ook mogelijkheden om makkelijker aan te haken bij een webinar als deze, denk ik, voor sommige mensen. Dus dat is denk ik goed om mee te nemen. Ik ben ook wel benieuwd, hè, van, we hebben dat vorige keer ook aan Isbrand geprobeerd te vragen, van als we nou, nou ja, onszelf gezond moeten houden, ons welbevinden hoog, heb jij dan nog tips of adviezen waarvan je zegt, nou, dit moet je echt niet doen en dit moet je zeker wel doen, want dan, nou ja, dan kan je een paar punten op die schaal toenemen, zeg maar. Ja, ja, nou, dus dat liet ik al net een heel klein beetje zien. Er zijn een aantal interventies die getest zijn en een positief effect laten zien. Een hele belangrijke, en het lijkt heel simpel, maar ik raad wel iedereen aan om het te proberen, is zeg maar count your blessings. Deze tijd is daar ook heel geschikt voor. Om de tijd te nemen, officieel iedere avond te gaan zitten en op te schrijven, wat ging er goed vandaag? Wat gaat er goed in mijn leven en wat heb ik allemaal? Een andere is practicing optimism. Dat raad ik ook aan iedereen aan om dat met je vrienden en je familie te doen. Om gewoon eens te proberen om het hele gesprek wat je voert over de dag in een optimistisch daglicht te zetten. We zijn zo gewend om, nou ja, al vanaf jongs af aan, als je thuis komt uit school of als je komt van werk, hoe was het? Komt er een soort tirade aan alles wat er misging en iedereen die vervelend deed en alles wat mislukt was? Eigenlijk moet je dat een keer niet doen en zeggen, waar heb je het hardst om gelachen? Wat was het leukste moment? Wat was je moeilijkste moment, maar wat heb je ervan geleerd? En dat kan je echt oefenen. Wat heel belangrijk hierbij is dat ik natuurlijk van de individuele verschillen ben.
Dat betekent dat het niet voor iedereen werkt en dat je ook je eigen weg moet vinden. Dus dat count your blessings, iedere avond zitten en 5 dingen opschrijven, kan voor de een een ideale oplossing zijn. Voor mij werkt dat absoluut niet, want dan moet ik iedere avond gaan zitten en iets gaan opschrijven. Voor mij werkt het wel dat als het regent, kinderen waren in de ochtend vervelend en ik heb tegenwind, dat ik dan ontzettend zit te balen op de fiets toen ik nog naar de VU mocht. Nu zou ik het heerlijk vinden, maar toen het nog mocht. Als ik dan mezelf eigenlijk heel erg zielig vind om dan af en toe te denken, ja, wat een onzin. Wat heb ik allemaal gedaan en wat een leuke dingen kan ik doen en wat superleuk werk heb ik, want ik hoef alleen maar over geluk na te denken. Dus ik gebruik het op bepaalde momenten, maar niet structureel. Ook heel belangrijk is dat je bij alles wat je doet, of dat nou deze dingen zijn, of als je het hebt over meditatie, of als je het hebt over yoga, of als je het hebt over sport. Ik zeg altijd tegen iedereen, probeer het, maar stop ook als het niet werkt. Want als het voor de een werkt, wil niet zeggen dat het ook voor jou werkt. Dus er is een vrij grote druk van meditatie is goed voor je, yoga is goed voor je, sport is goed voor je. Over het algemeen is natuurlijk bewegen en buiten zijn goed voor je cardiovasculair systeem. Daar hoeven we niet over te discussiëren. Maar je hoeft het niet per se op die manier in te vullen. Dus om ook dicht bij mezelf te blijven, ik heb ongeveer alle vormen van yoga geprobeerd. En ik vind het niet prettig. Misschien is het super goed voor me, maar ik vind het geen prettige bezigheid. Ik ga dan liever iets anders doen. Het geeft wat weerstand, ook in mijn omgeving, als ik dat hardop zeg. Maar ik hoop dat we dat vaker kunnen doen. Dus dichter bij onszelf blijven zeggen, ja, nou ja, fijn dat het leuk voor jou is, maar niet voor mij. En dat is ook de derde die ik wil geven, is blijf bij je eigen ideeën, je eigen gevoel, je eigen normen en waarden. En draag dat ook uit. Dus zeg niet meer, dit is een goed boek. Of die Netflix-serie moet je kijken, maar zeg, hey, ik vond dit een supercool boek, moet je eens proberen. Of hey, ik heb net die serie op Netflix gekeken, ik vond het heel leuk, wat vind je ervan? Ja. Als we dat gaan proberen, dan dat zijn super simpele dingen. En ook niet eenvoudig, dat zeg ik erbij, dus probeer het allemaal. En merk wat het met je doet. Ja, ik denk dat het, voor mij klinkt het heel logisch. Als fervent sporthater heb ik nu het paardrijden weer uitgevonden, waar ik dus wel heel blij van word. En waar het inderdaad iets is waar ik naar uitkijk, in plaats van, oh, ik moet vanavond nog. Wat dan weer een zoveelste moeten is op het lijstje van dingen die er al zijn. Ik hoop dat het publiek ook wat van deze dingen meeneemt. Blijf bij jezelf lijkt mij een hele fijne boodschap. Want dat is denk ik waar we allemaal gelukkig van worden. En daar ging het vandaag om. Hoe gelukkig zijn we eigenlijk? Hoe gaat het met ons? Ik denk dat het dus eigenlijk best wel goed met ons gaat. Met wel ooghebbend dat sommige mensen natuurlijk het wel zwaar hebben nog steeds. Ik wil graag afsluiten met de laatste vraag in onze Mentimeter. Hoe heb je van deze webinar gehoord? Dat kunt u nu invullen. Wij gaan op zoek naar een volgende spreker voor volgende maand. Dus hou ook gewoon weer onze Twitter, Facebook alle brein in beeld kanalen in de gaten. En wij hopen u dan natuurlijk weer van harte te mogen verwelkomen bij een lunchserie waarin we proberen eigenlijk de nieuwste inzichten vanuit wetenschap zo snel mogelijk bij het publiek te krijgen. Dus Maaike, super, super veel dank ook dat je hebt willen delen met ons de nieuwste bevindingen. Ik ben ook super onder de indruk hoe snel jullie eigenlijk hebben kunnen schakelen door toch weer een nieuwe vragenlijst uit te sturen eigenlijk meteen nadat je wordt overvallen door zo'n nieuws zoals corona. En ik ben ook heel erg benieuwd wat de toekomst ons gaat brengen. Dus ik kan me zomaar voorstellen dat we binnenkort weer bij jou aankloppen over een jaartje of je nog weer een keer een update wil geven hoe het nou echt met ons is gegaan in deze tijd. En dan hopelijk in betere tijden weer bij elkaar ergens gezellig. Maar ik ben ook blij om te horen dat we het met elkaar ook eigenlijk super goed hebben opgepakt deze fase. Dus heel hartelijk dank voor je tijd en voor je zeer heldere verhaal. Ik heb ervan genoten en ik hoop je thuis ook. En ik wens iedereen natuurlijk een hele fijne middag. Tot ziens.